we gaan nou iets doen wat niet mag. Oh, daar hou ik van. Vertel, vertel. Ik hou van dingen doen die niet mogen. Ja, die meneer achter de camera. Oh, Marcel. Marcel. Marcel Raas van Omroep Drimmelen. Die mag eigenlijk niet filmen bij... Hij daar. Ja, hij daar. Die mag eigenlijk niet filmen bij jeugdzaal. Oh, op de bij. Ja, weet ik veel waarom dat allemaal niet mag. Maar... Zeker, Samo. Maar... Via, via. Ja, via, via. En ik ben natuurlijk een beetje mee Bart Jaspers gelinkt. Met de avondvierdaagse. Oh ja, ja. Dus zijn dochter die deed ook mee. Ellie. En die hebben gewoon stiekem gefilmd. Oh, dat vinden mensen leuk. Ja, dat vinden mensen leuk. Leuk. En weet je waarom? Nou. Ja, die doet mee aan. Weet je. Oh ja, ik weet het al. Weet je eigenlijk niet? Ik moest even. Jawel. Ja, ja, ja. Het Brabant Ton praten. Ja. Daar had ze aan meegedaan. Dus Ellie is stiekem gefilmd. Ja. Maar ja. Toch bij Joost Aal de Mei. Ja. Om eigenlijk een beetje toch een kleine indruk te geven hoe leuk dat is. Ja, dat is fantastisch. Fantastisch. Dus we hopen volgend jaar misschien wel meer beeldmateriaal te mogen laten zien. Want die kinderen... Dat is toch geweldig. Ja, we zijn erbij geweest. Ja, het was fantastisch. Alle winnaars waren super. Al die sauwlerkers waren super. Moet je eigenlijk echt bij zijn. Daar, daar moeten we toch bij Omroep Drimmelen krijgen. Daar gaan wij voor. Kijk maar eens. In ieder geval een beetje een idee. Ja. Kijk. Maar hier is toch Ellie het verschrikkelijke vogelverschrikkerinnetje. Wat zijn dat voor vreemde vogels met die veren op de hoed? Boe! 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 Oh shit! Dat zijn helemaal geen vogels. Ze hebben geen veren op de hoed. Oh wacht, het zijn kale kippen. Daar kan je niet van plukken, maar wel op poten draaien. Goedemiddag, mijnes en mijnerinnekes. Ik ben Ellie, het verschrikkelijke vogelverschrikkerinneke. En nou denken jullie vast waarom zo'n lief en schattig meske als ik vogelverschrikkerinneke is geworden. Maar dat is een keileutig baantje hoor. Dat is een beetje te vergelijken met het werk van ons pa. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Maar daar is Bart Jaspers en hij is ambtenaar. Ik heb het zo eens aangekeken en dacht, dat wil ik ook wel, zo'n luizenbaantje. Want weten jullie dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen een ambtenaar en een vogelverschrikkerinneke? We staan heel de dag niks te doen, slapen zoveel als we zelf willen. En we hoeven nergens over na te denken. Ik heb ons pa in al die jaren dat hij bij de gemeente werkt, nog maar één keer met het zweet op zijn kop thuis zien komen. Ik vroeg bezorgd wat er aan de hand was. Hij zei, jongen, wat een dag. De computers waren kapot en dan heb ik heel de dag zelf na moeten denken. Maar eerlijk is eerlijk, ons pa gaat wel serieuzer met zijn werk. Sterker nog, hij neemt zijn werk zelfs mee naar huis. Als hij thuis komt, gaat hij altijd meteen op de bank liggen. En verder slapen. De muggen was een beetje klaar met het teppen van ons pa. Hij zei, je werkt langzaam, je praat langzaam en je loopt langzaam. Is er dan helemaal niks wat jou vlug afgaat? Oh jawel hoor, zei ons pa. Ik ben vlug moe. Boe. 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 Maar goed,
Ik ben vogelschrikker, Rinneke. En daar viel je nog niet mee om dat te kennen worden. Dat was goddomme nog een pittige opleiding. En we kregen les van juf Lucienda. Tijdens de geschiedenisles vroeg ze: wie kan me vertellen wie Columbus was? Dat was een vogeljuf, antwoordde ik. Hè? Hoe kom je daar nu weer bij? Zei Lucienda verbaasd. Nou juf, iedereen heeft het altijd over het ei van Columbus. Oh, je snapt er niks van, zei Lucienda kwaad. Bij biologie vroeg ze hoe je kan zien of een kip koorts heeft. Ja, dat weet ik wel, zei ik. Dan leggen ze gekookte eieren. Juf Lucienda werd een beetje koekoek van mij. Ik zeg juf, kom eens even lekker zitten. Ik heb een cadeautje voor je om je op te vrolijken. En ik gaf haar een papegaai die ik met mijn stage op Curaçao had gevangen. Oh, wat een lieverd, zei Lucienda. Kan hij ook praten? Ja hoor, zei ik. Trek maar eens aan zijn linkerpoot. De juf trekt eraan en de papegaai zei: alaaf, alaaf, alaaf. Wat leuk, zei Lucienda. Trek ook maar eens aan zijn rechterpoot. De juf trekt eraan en de papegaai roept: hallo en bedankt, hallo en bedankt. Lucienda helemaal bij en vraagt wat de papegaai zegt als ze aan allebei de pootjes tegelijkertijd trekt. Waarop de papegaai antwoordt: dan val ik op een snuffert, Els kijken. De juf had het wel gezien bij mij. Ze wou van me af en gaf me maar snel mijn vogelschrikkerinnekes diploma. Dus ik naar het uitzendbureau voor vogelschrikkerinnekes en ze hadden meteen werk voor mij. Boe! Godsamme, ze blijven gewoon zitten hoor, joh. Eigenwijze vogels. Op mijn eerste werkdag, ik vroeg uit de veren. Voelde mijn kip lekker. En kwam zo fit als een hoentje onder de douche vandaan. Ik keek in de spiegel en schrok mijn eigen hoentje van een strooia van mij. Ik leek sprekend op Huub van Dijk. Dus ik snel met papa Jerry. Ik zei: Jerry, kun jij er nog maar iets fatsoenlijks van maken? Van mijn strooiaar? Dat zal niet meevallen, zei Jerry. Jaar is ze dood als een vogeltje. Maar goed, ik zou het eerst even wassen. Ik maakte mijn haar nat en vroeg of dat hij van die dure shampoo voor droog haar mocht gebruiken. Nee, dat lijkt me niet, slimmerd, antwoordde ik. Je hebt het net zelf nat gemaakt. Ah, fijn. Ik in de stoel en Jerry mijn haar knippen en hij deed me toch pijn? Auw, gilde ik. Mijn haar knippen doet toch helemaal geen pijn, zei Jerry. Nee, dat lijkt me nee, dat niet, zei ik. Maar je staat op mijn tenen. Na de kapper ben ik op zoek gegaan naar een vogelschrikker in de kaspakske. Ik loop voorbij de Jola en zie in het etalage dat wat moois hangen. Ik loop naar binnen en zei tegen de verkoopster: mag ik dat pakje in de etalage passen? Natuurlijk, zei de verkoopster. Maar we hebben ook pashokjes hoor. Boe! Schrik nou eens, stelletje snoeshanen. Goed, ik geknipt en met het nieuwe pakje naar mijn eerste vogelschrikker in de klus. Ik bel Spa op en zeg: hoi, papa, ga je mee? Nee schat, ik ben een beetje emu. Ik duik mijn nest in een uiltje knappen. Hij zei: kanarie niet mee.
Of Tante Merel en Oude Mees? Nee, niet Tante Merel, zei ik. Die oude kraai, de dove kwartel, met haar ene bek die de snavel nooit houdt. Toen ben ik maar in mijn eentje vertrokken. Het was warm weer. De mussen vielen van het dak. Ik moest van naar het natuurpark, maar met die hitte vond ik het park iets te ver. Dus ben ik met buslijn nummer 23 vanuit Lage Zwaluwen via Hoge Zwaluwen die kant op. Bij de halte vlak bij de Verzandelaan eruit. Dus ik vlieg eens vlug naar het meertje bij het natuurpark. Er waren een paar kiekendieven actief. Ik sta er nog maar net toen er twee vogels op mijn armen kwamen zitten en er een straaljager overvloog. Zo, zei de ene vogel. Die vlieg snel? Ja, wat zou jij doen, zei de andere, als je staart in brand staat. Ik leg aan de vogels uit dat er geen vogel is, maar een straaljager. Vraagt die ene vogel, maar waarom laat hij dan die rook achter zich? Nou, zie ik, dat komt omdat het een Belgisch piloot is. Zo kan hij de weg altijd terugvinden. Er gebeurde niet veel bij het meertje. Ik wilde aan de andere kant gaan staan om daar wat vogels weg te jagen. Zie ik daar Ad Horrevoet? Dus ik roep, hey Ad, hoe kom ik aan de overkant? Hoezo, riep Ad terug. Daar ben je toch al? Wacht even, riep Ad. Ik kom naar jou toe. Dus hij loopt mijn kant op, maar hij struikelt. Valt in het water, zakt naar de bodem en blijft er liggen. Ik spring in het water en heb hem net weten te redden. Terug aan de kant vroeg ik waarom hij niet aan de kant is gezwommen en of hij geen zwemdiploma heeft. Jawel hoor, zei hij. Maar er staat daar een bochtje, verboden te zwemmen. Uiteindelijk heb ik geen kiekendieven meer gezien. En werd ik me toch ziek? Bleek ik een vogelgriep te hebben. Ik moest naar de dokter, dus ik naar de gaai. Maar het was inmiddels donker en ik ben al een blinde vink. Dus bij het Chinees-Indisch restaurant, die Gouden Vis komt, ben ik even de weg gaan vragen. Komt die ene stotterende Chinees naar buiten en zegt, hier moe, le. Ik zei linksaf? Nee, zei hij. Le, rechtsaf? Boe! Jezus, zijn die weg te jagen? Rare vogels, die mayonaise. In de wachtkamer bij de gaai zit ik naast een oude politiehond. We hebben een grote kale plek op zijn rug. Ik vroeg aan hem hoe die daarin is gekomen. Hij zei, daar heeft mijn zwaailicht op gestaan. Net na mij kwam Frank Stokkemans binnen. Dus ik zei tegen hem, wat loop jij toch moeilijk? Heb je jezelf pijn gedaan? Nee, antwoordde Frank. Mijn sokken zijn nat. Die heb ik aangehouden met de douche. Hoezo dan? Vroeg ik. Nou, het water was veel te koud. Ik vroeg aan Frank wat er met hem aan de hand was. Hij zei dat hij iedere ochtend om 7 uur moet poepen. Dan is hij aan het kakken toe. Ik zeg tegen hem dat het geen probleem is en dat hij dan gewoon naar de wc toe kan. Ik zei, 7 uur is toch gewoon een mooie tijd om te gaan kakken. Ja, zei Frank. Maar ik wil altijd pas om 9 uur wakker.
Aan de andere kant, in de wachtkamer, zat een kiwi. Jullie weten wel wat het is, toch? Nee, zei ik. Het is een vogeltje uit Nieuw-Zeeland dat niet kan vliegen. De kiwi voelde zijn eigen vleugel aan en is aan de drank gegaan. Hij zoop zijn eigen zat aan de kolibriezers. Ik zei tegen hem, wil je wat een gaan op drinken? Red Bull! Dat geeft je vleugels. Het duurde mij te lang bij de gaai. Ik moest weg, er stond een nieuwe klus op me te wachten. Ik werd gebeld door de korenbus, dat ze last hadden van vreemde vogels en kale kippen. Nou sta ik dus hier te proberen deze gast hier weg te jagen. Boe! 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 Nou, ik krijg het niet voor mekaar. Ik denk dat ze alleen ophoepelen als ze stoppen met z'n bier te geven. Ah, gadverdamme, moet hij hier kijken? Helemaal onder de vogelstront. Maar ik laat me door die scheidslijsters niet van de wijs brengen en sluit positief af. Birdie, birdie in the sky. You drop that poepetje in my eye. Maakt dat maar mij niet uit. I don't cry. Ik ben vooral heel blij dat cows don't fly. Applaus, en die heeft verschrikkelijke voordeel, verschrikkelijke.